Waarschijnlijk weten jullie het wel, maar ik heb echt veel te veel skins op mijn hoofdaccount in Brawl Stars. Dat is echt niet normaal. Ook als we bijvoorbeeld naar Shelly gaan en we kijken hier zo naar mijn skins, dan zijn dit er echt te veel. Dat is echt insane. Ja, ik heb ooit één keer een video gemaakt waarin ik al mijn skins liet zien. Maar ja, dat is ondertussen al zo lang geleden. In die tussentijd zijn er misschien een dubbele aantal skins bijgekomen. Dus ik dacht, het wordt weer een keertje tijd om mijn skins te laten zien aan jullie. En we doen het met een extra iets. Want ik zag deze comment. Hoi Joram, kan je weer een favoriete skin voor elke knokker video doen? En dat gaan we ook doen. We gaan dus de skins bij langs. Maar dan ga ik ook voor elke knokker mijn favoriete skin uitzoeken. Dan weet ik nog niet eens welke dat precies gaat zijn. Maar dan gaan we gewoon ertussen kijken. En dan denk ik, oh, die is echt ziek nice. En dan ben ik benieuwd of jullie een beetje eens zijn met mijn keuze. En ik weet het leuk gemaakt. We gaan ook de lelijkste skin doen voor elke knokker. Dus de lelijkste en mooiste skin voor elke knokker gaan we bij langs. En dan ben ik heel benieuwd of jullie een beetje eens zijn met mijn mening of niet. Maar ja, we gaan het zien. Maar voordat we verder gaan, doe natuurlijk even dat duimpje omhoog. Zouden we de 4000 likes kunnen halen op deze video? Zou wel heel nice zijn als dat gaat lukken. Het is een beetje veel, maar support wordt gewaardeerd. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. En mocht je deze jongen willen supporten als je bijvoorbeeld zelf ook een skin koopt, vergeet dan natuurlijk niet de code BOOS te gebruiken. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen. We hebben in totaal 77 knokkers die we bij langs moeten gaan. Dus het gaat waarschijnlijk wel een wat langere video worden. Maar we beginnen gewoon met Shelly. Dat is de eerste knokker die je krijgt. En we gaan met zeldzaamheid zeg maar steeds verder. Dus aan het eind hebben we de legendarische knokkers. En we beginnen gewoon met de zeldzame knokkers. Maar dan gaan we eerst naar de mooiste skin voor Shelly. Ik vind die nieuwe Brawl Pass skins wel echt heel erg nice. Maar het is eigenlijk niet mijn favoriet. Het blijft gewoon mijn favoriet. Dan vind ik eigenlijk wel Prinses Shelly. Ik weet niet. Ik vind die kleurencombinatie nice. Ik vind die kogel of die pistool die ze in de handen heeft vind ik nice. Dit is in principe mijn favoriete skin die je een keer had kunnen krijgen in een Brawl Pass. Dus dat is wel nice. Dus die heb je dan relatief goedkoop kunnen krijgen. Ondertussen is het dan een epische zeldzaamheid volgens mij. De lelijkste skin, dan moet ik eventjes op gaan zoeken. Dat vind ik een van deze. Deze voetbalskins, die vind ik gewoon niet zo mooi. Nee, vooral deze rode vind ik niet nice. Ik vind deze echt niet mooi. Vind ik nog minder mooi dan de gewone. Ik vind de gewone Shelly mooier dan deze voetbalskins. Ja, ik vind ze alle drie niet zo mooi, maar dan vind ik deze rode dan het minst. Nou, dus dat is mijn favoriete skin voor Shelly en de minst mooie. Ben ik benieuwd of jullie tot nu toe een beetje met mij eens zijn. Gaan we door naar Nita. En voor Nita heb ik alle skins. Dus ik heb ook de gouden en zilveren skin van Nita. En Nita heeft echt veel mooie skins. Maar Nian Nita is wel mijn favoriet. Je hebt Slagtanden Nita, dat is een legendarische skin. Maar Nian Nita, ik weet niet. Ik vind die er gewoon vetter uitzien. Snoepjes Nita ook heel mooi, maar Nian Nita is mijn favoriet. Dan gaan we nu kijken naar de lelijkste. En dan denk ik toch wel dat dat rendier Nita is. Ik weet niet. Ik voel deze niet zo. Het is niet echt lelijk. Maar ik vind bijvoorbeeld die Panda Nita en deze Shiba Nita vind ik wel echt leuker. Ik vind de kleurencombinatie of zo. Ik vind het gewoon net niet. Ja, het is een mening, hè? Ja. Dan gaan we door naar de volgende. En ondertussen zien jullie natuurlijk ook al mijn skins die ik hieronder heb staan. Maar eigenlijk is dit best wel nice. Want Duistere Engel Colt vind ik eigenlijk de mooiste skin voor Colt. En dat is de skin die je gratis hebt kunnen krijgen. Want dat was volgens mij met kerst. Kon je deze skin gratis krijgen. Echt ziek nice deze skin. Ik vind die echt extreem vet. En hij was gewoon gratis. Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar vetter. Maar ook Colt heeft enorm veel goede skins. Maar je hebt ook een aantal skins van Colt die niet zo mooi zijn. Ik vind Rockstar Colt eigenlijk niet zo mooi. Ik vind de gewone Colt mooi qua kleurencombinatie. Je hebt ook al een aantal voetbalskins voor Colt. Maar ik vind die pistooltjes met die ballen er wel grappig uitzien. Dus mijn minst favoriete skin en lelijkste dus voor Colt is deze Rockstar Colt. Ja, dat is mijn minst favoriete. Duistere Engel Colt, wel echt heel erg nice. Gaan we door met de Bol. De Bol heeft natuurlijk ook heel veel skins. Dan moet ik eventjes gaan kijken. Ik vind, ja, Ruimte Stiebol, dat is sowieso de nice. Ik weet niet, ik vind gewoon die ruimte uitvoering van deze Bol. Gewoon die bril erbij, heel erg vet. Natuurlijk heeft de Bol ook veel vette skins. Maar dit is mijn favoriete. En de minst favoriete, ja, dat vind ik toch Touchdown Bol. Ziet er leuk uit, maar ik vind de andere toch wel vetter. Ja, dus dan is het overduidelijk. En dan ga ik toch voor de rode kleur. Ik weet niet, ik vind blauw dan toch net iets mooier. Maar dan gaan we door naar de volgende. Want we hebben natuurlijk nog vet veel te gaan. Dan gaan we nu door naar Brock. Dit gaat echt een mega lange video worden, dat weet ik nu al. Zeus Brock is mijn favoriet. Ik vind Raket Brown, die heb ik recent gekocht, leuk.
Maar ik vind deze Zeusbrok toch wel een stuk nicer. En dan mijn minst favoriete. Dan denk ik toch dat deze Brock Dancer is. Ik weet niet, die Strandbrok, die voel ik wel of zo. Die heeft zo'n high-end raket. Ik vind die de best grappig uitzien. Het is niet heel speciaal, maar ik vind die wel mooier uitzien dan deze Brock Dancer. Ja, iedereen is zo zijn eigen favoriet natuurlijk. Maar Zeusbrok sowieso mijn favoriet. Ik moet trouwens niet op selecteren drukken. Ik kan beter terugdrukken. Dan hoef ik wat minder vaak om alle knopjes te drukken. Maar dan gaan we door met El Primo. En El Primo is ook een knorger die veel skins heeft. Nu moet ik zeggen dat ik El Quarterback El Primo nog niet eens heb. Is een hele vette skin, maar ik denk niet dat mijn favoriet zou zijn. Nee, sowieso niet. Ik vind deze El Dragon, die skins vind ik echt heel erg nice. En dan denk ik toch dat die groene mijn favoriet is. Een beetje groen-blauw. Ik vind deze er echt heel bruut uitzien. By far mijn favoriete skin voor El Primo. Is al een tijdje uit, maar nog steeds heel nice. Dan moeten we even kijken naar mijn minst favoriete skin. En dat is wel een beetje lastig, want ik vind dat El Primo best wel veel mooie skins heeft. Dan moet ik toch denk ik weer gaan voor de voetbalskins van El Primo. Net als die andere skins. Die voetbalskins zijn gewoon niet extreem vet. Dan vind ik... Ja, denk ik toch weer... deze shirt ziet er wel mooi uit. Deze is wel echt heel basic, ja. Die voetbalskins, die vind ik niet mooi. Dit zijn wel de lelijkste voor El Primo. Gaan we door naar Barley. Dan hebben we nu 6 skins gehad ongeveer. Na deze zit ik op 1/10. Dus we hebben echt nog zoveel te gaan, jongen. Dat is echt niet normaal. We hebben eenhoorn Barley en we hebben huisvrouw Barley. Huisvrouw Barley, ik weet niet, ik vind die gewoon heel grappig. Het is gewoon een totaal unieke skin met zo'n taart in de handen. Ik weet niet, ik vind deze gewoon grappig. Het is misschien niet de allermooiste, maar wel mijn favoriete skin voor Barley. En eigenlijk vind ik dat Barley niet extreem coole skins voor de rest heeft. Dus we gaan voor nu voor huisvrouw Barley als mijn mooiste skin voor Barley. De lelijkste skin, ja, dan weet ik het niet zo goed. Tovenaar Barley is gratis. En dan heb je die rode versie, die is dan weer niet gratis. Ja, dan ga ik toch voor deze rode versie. Weet je, dit is dan mijn minst favoriet. Want deze tovenaar Barley, die kan je namelijk krijgen op een moment... Of die blauwe tovenaar, die kan je gratis krijgen als jij je ID koppelt. Je Supercell ID. Dan krijg je die. Dus nou, op zich dan is het wel leuk, maar deze rode is dan mijn minst favoriet. Gaan we door met Poco en dan zijn we nu officieel op 10%. En we hebben oorspronkelijk van Star Park. Oh, dat is zo'n skin. Oh ja. Maar mijn favoriete skin voor Poco is dan toch denk ik wel deze Schoren Poco. Die ziet er gewoon heel cool uit. Desperado Poco is trouwens ook heel nice. Ja, die ziet er ook heel vet uit. Maar ik weet niet, ik vind die hanenkam en gewoon de stoerheid van deze skin vind ik wel echt heel nice. De Schoren Poco is mijn favoriet en mijn minst favoriete is Piraat Poco. Ik denk dat de meesten daar wel mee kunnen instemmen. Denk ik. Ja, niet iedereen misschien, maar voor mij is dat op dit moment het geval. Dan gaan we door met Rosa. Voor Rosa hebben we natuurlijk ook een aantal skins. En voor Rosa is eigenlijk mijn favoriete skin nog steeds de eerste. Brawloween Rosa. Ik vind deze er echt vet uitzien. Helemaal als je de super inzet van deze. Ik vind die gewoon heel erg vet. Een soort van skelet is het achter. Ik vind deze nice. Dan moet ik zeggen dat deze Sprika Rosa ook heel erg nice is. Maar Brawloween blijft mijn favoriet. Dan hebben we dan als minst favoriete de keuze tussen Major of Kokos Rosa. Dan denk ik toch dat mijn minst favoriete Kokos Rosa is. Wil niet zeggen dat ik die skins die laatste zijn geëindigd echt lelijk vind. Maar het is wel dat het gewoon mijn minst favorieten zijn. En voor de titel klinkt het gewoon mooi. Mooiste en lelijkste skins in Brawl Stars. Dat klinkt gewoon lekker. Gaan we door met Jessie. En Jessie heeft ook veel skins. Maar dit is wel mijn favoriete skin van Jessie. Dit was voor de World Cup Finals. Dan kon je deze skin gratis krijgen. Van 2021 ondertussen alweer. Moet je nagaan hoe oud deze skin ondertussen al is. En dat is niet de meest recente. Die Jessie Pop is recenter. Maar ik vind deze wel echt heel vet eruit zien. Mijn minst favoriete skin is een beetje lastig. Want ik vind die drakenskins of die schaduwridder. Die vind ik echt heel nice. Zo met Jessie vind ik ook leuk. Ik vind eigenlijk alle skins van Jessie er gewoon leuk uitzien. Er is geen één waarvan ik denk die vind ik echt lelijk. Dus dit is wel een lastige keuze. Ja, dit is zeker een lastige keuze. Deze vind ik er ook gewoon vet uitzien, die rode draak. Ja, ik denk als ik dan toch moet kiezen, dan zou ik denk ik toch voor Zomer Jessie gaan als minst favoriete. Terwijl dat ik ook deze gewoon heel leuk vind. Maar ja, je moet de keuze maken, hè. Dan gaan we door met Dynamike. En Dynamike heeft echt veel skins. We hebben Robo Mike, een legendarische skin. Ziet er heel vet uit. Ziet er bijna niet meer uit als Dynamike. Maar ik vind die niet heel mooi speciaal. Het is origineel, maar het is niet bepaald de mooiste. Dus we gaan daar niet voor. Ik vind Dynasty Mike. Dat is de nieuwste skin voor Dynamike.
Ik vind die er gewoon heel mooi uitzien. Met zo'n schatkist erbij. Ik vind die gewoon heel vet. Dan gaan we nu naar de lelijkste skin. En Dynamike heeft wel best wel wat skins die ik niet heel mooi vind. Bijvoorbeeld klassieke Dynamike is niet extreem mooi. Die voetbalskins, ja, die vind ik allemaal niet super. Maar die zijn ook niet extreem mooi of zo. We hebben trainer Mike. Ja, is ook niet extreem mooi. Chef Mike vind ik wel leuk. En kerstman Mike vind ik op zich ook nog wel redelijk. Ik denk als ik dan toch moet gaan voor de lelijkste skins, dan vind ik toch weer de voetbalskins het minst mooi. Ja, en dan denk ik dat dit de allerlelijkste is. Ik vind deze echt niet mooi van Dynamike. Ja, ik ben benieuwd of jullie een beetje eens zijn met mij. Laat even weten in de comments als jij met één skin echt totaal niet eens bent die ik heb opgenoemd. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dit is een makkie. Ik vind deze skin voor Tick ver weg de vetste skin. Daar is er geen twijfel over mogelijk. Nee, sowieso niet. Dan hebben we natuurlijk best wel wat skins voor Tick waaruit ik eentje moet kiezen. Maar dan vind ik deze Tick Shuki toch wel de minst mooie. Is gewoon een leuke skin, maar ik vind deze Sneeuwpop en deze Koningskrab Tick eigenlijk toch net wat mooier. Gaan we door naar de volgende. En dat is 8-bit alweer. En we hebben antivirus 8-bit die laatst is uitgekomen als legendarische skin. Maar toch vind ik deze gewone virus 8-bit wel een stuk nicer. Volgens mij is deze ook al echt 4, 5 jaar oud of zo, deze skin. Maar blijft gewoon de vetste skin voor 8-bit. Nog steeds. Dan moeten we nu even gaan kijken naar mijn minste skin voor 8-bit. Ja, dat is klassieke 8-bit. Het is een hele goedkope skin. Maar dat is ook wel te zien. Het is gewoon niet de mooiste skin van 8-bit. Gaan we door naar Rico? Want Rico heeft natuurlijk ook heel veel skins. En dan is Vuurvlieg Rico wel mijn favoriete. Ziet er gewoon tof uit. Heel, heel vet geanimeerd. Het is een soort van vliegende robot insect. Ik vind het heel nice. Mijn minst favoriete skin voor Rico is, ja, Rico Chat. Maar dat is een beetje zo'n klassieke skin. Verjaardag van 2009 kon je deze krijgen. Dus dat is 5 jaar geleden alweer. Dat is echt insane. Maar ik moet toch voor deze Rico Chat gaan als mijn minst favoriete. Ik vind die toch niet heel vet uitzien. Dan gaan we door met Daryl. Oh, dit gaat zo'n lange video worden. Ik zie nu al dat ik gewoon meer dan 10 minuten aan het opnemen ben. En we zijn er nog lang niet. Maar een Crash Test Daryl is leuk. Je hebt ook Megadoos en Omegadoos Daryl. Eigenlijk is die Omegadoos Daryl best wel heel nice. Die kreeg iedereen toen de tijd gratis. Dat is ondertussen denk ik alweer een jaar, 2 jaar geleden. Maar ik vind die eigenlijk wel heel vet als je het zo bekijkt. Ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel bij stilgestaan. Maar wel nice. Die cupcake is ook nice. Maar ik ga voor Omegadoos als mijn favoriete. En mijn minst favoriete is dan denk ik toch wel deze mascotte Daryl. Ik weet niet, ik voel hem niet zo. Nee, die voetbalskins vind ik niet zo heel... Ja, die zijn bij mij niet zo heel populair. Terwijl dat ik voetbal wel heel leuk vind. Ik zit op voetbal en kijk graag voetbal. Maar ik weet niet, die voetbalskins in Brawl Stars, op de een of andere manier zien ze er gewoon niet heel vet uit. Dan gaan we door met Penny. En dan hebben we die smokkelaar Penny. Die heel nice is en die had je gratis kunnen krijgen uit de laddermodus. Dus dat is wel nice. En dat is ook wel mijn favoriet. Ik vind deze wasbeer Penny ook nice. Maar smokkelaar Penny, ik weet niet. Ik vind deze vet. Ik vind die robotachtige skins altijd er heel vet uitzien. Mijn minst mooie skin, dan moet ik denk ik toch gaan voor deze kerstelf. Ja, ik hou gewoon niet zo van deze kleuren. Nee. Terwijl dat deze konijnenpennen, ja, zijn ook prima. Ja, nee. Die kerstelf vind ik de minste. Gaan we door naar Carol. En daar hebben we natuurlijk ook veel skins voor. Ik heb ook... Oh nee, ik mis alleen de gouden skin voor Carl. Voor de rest heb ik alles. Dan ga ik toch denk ik voor Sultan Carl als mijn favoriet. Ja, ik merk wel dat veel nieuwe skins toch net wat mooier zijn dan de wat oudere skins. En deze ziet er ook heel mooi uit. Gewoon goudkleurig vind ik nice. Ja, het straalt gewoon welvaart uit. Ik vind het gewoon een mooie skin. De minst mooie skin... Ja, daar zit ik een beetje tussen te twijfelen. Ik vind die Kobold Carl vind ik echt niet mooi gewoon. Maar je hebt hier ook Wegpiraat. En die vind ik eigenlijk leuk. Ik vind deze skins leuker. Ik ga voor Kobold Carl als minst mooie skin voor Carl. Is een goedkoop skin, maar is zeker niet mijn favoriet. Gaan we door met Jackie. En Jackie heeft niet zo heel veel skins. Maar mijn favoriete skin voor Jackie is wel Ultra Jackie. Ziet er gewoon stoer uit. Jackie Cookie is ook leuk. Maar vooral schattig. Ik vind deze gewoon vooral mooi eruit zien. Gewoon een stoere uitstraling. Ik vind het vet. Mijn minst favoriete, wow, fucking Jackie. Ik denk dat hier ook niet zoveel over te beargumenteren valt. Ik denk dat hier de meesten hier wel mee eens zijn. Ja, ik denk niet 100%, maar ik denk de meesten wel. Gaan we door met Gus. En dan is toch mijn favoriet wereldkampioen Gus. Ik heb recent Balloon Sally gekocht. Is een hele leuke schattige skin. Maar ik vind deze wereldkampioen Gus gewoon heel vet uitzien. Dit was van 2022.
Ja, met die beker erbij, super vet. En Scout Gus, ja, dat is mijn minst favoriet. Maar ik denk dat dat ook voor zich spreekt. Het wordt wat spannender als je meer skins gaat hebben. Want dan moet je natuurlijk echt keuzes maken. En dan is Bo denk ik wel een van de lastigste knokkers om voor te kiezen. Want die heeft echt vet veel coole skins. Ik vind mega skins altijd super vet eruit zien. Ja, zoals ik net al zei, ik hou van die robot skins. Maar Bo heeft veel meer goede skins. Je hebt Onderwereld Bo, Westbo en Opperste Bo. En dit is wel een skin die ik recent heb gekocht. En eigenlijk vind ik deze er wel heel bruut uitzien. Ook de in-game animatie van deze knokker is echt insane. Of van deze skin moet ik eigenlijk zeggen. Heel erg nice. Dus mijn favoriete skin voor Bo is Opperste Bo. En dan moet ik even de lelijkste skin uitzoeken voor Bo. Terwijl dat er echt zoveel goede skins zijn voor Bo. Bijvoorbeeld Krijgenbo is gewoon een hele mooie skin. Maar dat is dan denk ik toch mijn minst favoriete. Kijk, deze skin vind ik wel weer leuk. Nee, dan moet ik toch voor Krijgenbo gaan. Ook al vind ik dit gewoon een leuke skin. Ja, dit, af en toe moet je gewoon keuzes maken. Gaan we door met Ems. En dan gaan we eens kijken naar welke skins ik allemaal heb voor Ems. Ik heb ze ook allemaal weer. Dan is denk ik DJ Ems toch mijn favoriete. Dit was een Supercell make skin. En ik kom erachter dat er toch ook best wel veel vette skins zijn van al 2-3 jaar geleden. Want ook deze skin is volgens mij al best wel oud. Maar ik weet niet precies hoe oud, dat kan je hier nu niet zien. Maar dit is mijn favoriete skin voor Ems. En mijn minst favoriete skin, ja, is dan toch wel gemene meid Ems. Is prima, is een leuke kleurenvariant van de gewone, zeg maar Ems. Ziet er net iets beter uit dan de gewone. Maar ja, ik vind hem toch dan, als ik moet kiezen, wel de lelijkste van Ems. Dan zijn we nu beland bij Stu. En Stu heeft natuurlijk een legendarische skin erbij gekregen. Namelijk Sporten Stu. Maar dat deze legendarisch is, vind ik wel een beetje bizar. Want zo extreem mooi vind ik hem eigenlijk helemaal niet uitzien. Ik vind bijvoorbeeld deze hoofdloze Stu er eigenlijk leuker uitzien dan deze Sporten Stu. Ja, ik weet niet. Ik vind deze gewoon leuker met zo'n pompoen op zijn hoofd. Ik vind het nice. Dus dit is mijn favoriete skin. En de lelijkste vind ik dan Supersterk Stu. Ja, het is niet altijd dat de duurste de allermooiste is. En het is ook niet zo dat de goedkoopste altijd de lelijkste is. Maar soms lijkt het daar wel een beetje op. Maar nu ben ik dus niet gegaan voor de duurste skin die het mooiste is. Want deze hoofdloze stoel is duidelijk goedkoper dan deze sporterstoel. Maar we gaan door en dan hebben we nu Piper. En Piper heeft ook mega veel goede skins. Lunaire Piper vind ik echt heel erg vet. Ik mis trouwens nog wel een skin. Deze Mariposa Piper is net uitgekomen. Maar die vind ik niet zo heel mooi. Nee. Dat is niet mijn favoriete skin. Lunaire Piper vind ik de mooiste skin. Is heel mooi gedecoreerd. Ziet er gewoon vet uit. Mijn minst favoriete skin voor Piper is gewoon roze Piper. Is gewoon exact hetzelfde als gewone Piper. Alleen een klein kleurtje erbij. En dat noemen ze dan al skin. Ja, maar dat is dus mijn minst favoriete. Gaan we door met Pam. En Pam heeft in totaal 3 skins. Dat valt mee. Natuurlijk wel zilver en gouden erbij. Maar Boze Koningin Pam is wel mijn favoriet. Ziet er gewoon vet uit. Kost ook wel redelijk wat. 300 edelstenen. Want het is een legendarische skin. Dus voor nu ben ik wel weer voor de duurste gegaan. Belegger Pam is een hele leuke skin. Ja, ziet er gewoon leuk uit. Schiet geld. Maar niet de mooiste. Maar die vind ik, ja, dan vind ik vakantie Pam eigenlijk nog leuker dan deze Belegger Pam. Ook al vind ik dit gewoon een hele leuke skin. Dit is dan mijn minst favoriete van Pam. Gaan we door naar de volgende. En dan zijn we nu beland bij Frank. En Frank heeft echt een hele mooie skin. Die zien jullie al. Toegewijde Frank is mijn favoriete skin voor Frank. Is ook vrij nieuw, maar ziet er echt mega bruut uit. Geestridder Frank vind ik trouwens ook heel vet. Maar dit vind ik die toegewijde Frank toch net wat vetter. Dan heb je als mindere skins Holbewoner. DJ Frank vind ik wel heel leuk. Feestdagen Frank is op zich wel grappig. Dus Holbewoner Frank is toch mijn minst mooie skin voor Frank. Ik vind deze eigenlijk, deze vind ik eigenlijk wel lelijk. Bij deze kan ik wel zeggen dat ik die niet mooi vind. Dan gaan we door met Bibi. En Bibi heeft ook wel goede skins. En het leuke is dat je recent Calgon Bibi hebt gekregen. Of die is nou een half jaar geleden uitgekomen. Maar die kost maar 29 edelstenen. En dat is gewoon een hele leuke skin. Ik vind dit echt een leuke goedkope skin. Nou kan ik niet daarvoor gaan als mooiste skin. Omdat Bibi gewoon ook vervloekte piraat Bibi heeft. Die er heel vet uitziet. Sowieso heeft Bibi wel echt veel vette skins. Maar ik vind dit toch wel de vetste om eerlijk te zijn. Gewoon een coole piraten skin. De minste skin, dan moet ik eventjes goed gaan kijken. Vind ik wel erg lastig. Want al die skins lijken wel redelijk op elkaar. En die Heldin Bibi, dat is dan degene die het minst uniek is in vergelijking met de rest. Dus dan ga ik voor deze. Maar ook deze skin vind ik er eigenlijk gewoon heel vet uitzien.
Nou, en dan gaan we natuurlijk lekker door, want we hebben natuurlijk ook nog allemaal skins voor Bee. We hebben Neko Bee en Gouden Neko Bee. We hebben Aardvijand Bee en die vind ik eigenlijk wel heel leuk. We hebben ook Mega Kever Bee, die er ook heel vet uitziet. Maar we gaan nu een keertje voor een andere keuze. Ik ga gewoon voor Aardvijand Bee, want dit is volgens mij een van de enige zwart-witte skins. Of misschien wel de enige zwart-witte skin in Brawl Stars. Ik vind deze gewoon heel leuk oldschool uitzien. Dus dit is mijn mooiste skin voor Bee. De lelijkste skin, liever is Baby Bee, ja. Ziet er leuk uit, leuke kleurenvariant, maar hij is toch het minst uniek. Gaan we door naar de volgende en dan zijn we nu beland bij Nani. Ares Nani, by far mijn favoriet. Heb ik ook al geselecteerd, is gewoon een hele vette skin voor Nani. Echt een beetje zo'n Romeinse krijger, zo ziet hij eruit. En ik hou van dat soort films, ook van die Romeinse films en ridders en zo. Dus dan heb je al sowieso bij mij een streepje voor als kind zijnde. Retro Nani, ja, dat is dan mijn minst favoriet. Is toch wel weer de duurste en de goedkoopste. De duurste vind ik het mooist, de goedkoopste vind ik het lelijkst. Ja, dat is toch wel af en toe het geval. Dan hebben we Dief Edgar, heb ik kunnen weggeven, dus dat is wel leuk. Maar het is niet mijn favoriet. Ik vind deze Mega Edgar wel echt heel vet. En dan vind ik deze groene kleuren variant wel de allermooiste. Ik weet niet, ik vind Mega skins echt heel vet. En deze van Edgar is echt insane. Maar ook hier, dit is gewoon een enorm dure skin voor Edgar. Ja, nou moet ik zeggen dat Edgar niet extreem veel goedkope skins heeft. En maar wel echt mooie. Kijk, ik vind deze Blackbird Edgar. Volgens mij is dit de goedkoopste skin voor Edgar. Maar dan vind ik Vliege Vlugge Edgar toch net wat minder mooi. Ik vind deze qua kleuren best wel leuk eruit zien eigenlijk. Dus dit is niet mijn minst favoriete. Vliege Vlugge Edgar vind ik de minste skin voor Edgar. Dan gaan we door naar de volgende. Ik zal deze trouwens even selecteren, want dat is mijn favorietje. Dan zijn we nu bij Gif en we hebben Gouden Gif. Maar gouden en zilver skins stel ik trouwens niet mee, want in principe is dat gewoon exact hetzelfde als gewoon de gewone knokker, alleen dan in een gouden en zilver kleur. Dus mocht je afvragen waarom ben je nog niet voor goud of zilver gegaan, vandaar. Maar we hebben in totaal 3 skins waar we uit kunnen kiezen. Slee Gif, dat is by far mijn minst mooie die ik vind. Ik vind die andere 2 echt mooier. Want we hebben namelijk topscoorde Gif en verzonken schat Gif. Ik vind die verzonken schat vind ik dan wel de mooiste voor Gif. Ja, sowieso. Dan zijn we nu beland bij Grom. En voor Grom heb ik vrij recent deze meerhoofdige Grom skin gekocht. Kost wel 200 edelstenen, dus is een dure skin. Maar hij ziet er wel heel vet uit. Mijn favoriete skin voor Grom, by far. En dan heb je hier Frankengrom of Konijnengrom. Ik vind die Konijnengrom er best wel schattig en leuk uitzien. En deze Frankengrom qua kleurencombinatie vind ik deze gewoon niet zo extreem mooi. Dus ja, dan is dit mijn minst favoriete skin voor Grom. Zijn we ondertussen trouwens al bijna bij de mythies? Nee, nog. Nou, we hebben nog best wel wat te gaan. Dit wordt echt een video van gewoon 3 kwartier als we zo doorgaan, jongen. We hebben Bonnie. Voetbal Bonnie, dat is mijn minst favoriete. Ja, zoals ik al zei, voetbalskins in Brawl Stars, dat werkt op de een of andere manier gewoon niet. Ik vind die gewoon niet zo vet als gewoon deze andere skins van Bonnie. We hebben Keizerin Bonnie. Ziet er wel mooi uit, maar ik vind Eenhoorn Bonnie toch wel de leukste. Is gewoon een hele schattige skin, ziet er leuk uit, met die een beetje te lange mouwen. Ik vind dit gewoon een leuke skin voor Bonnie. We houden het tempo erin, we gaan alweer door naar Gil. Gil heeft ook maar 3 skins en dan is Notenkraken Gil wel mijn favoriet. Ziet er gewoon leuk uit, met zijn trommel, een hoge hoed. Vind ik er leuker uitzien dan deze squeakjager Gil. En mijn minst favoriete is dan wel Koopman Gil. Dat is wel het chillen van knokkers met maar 3 skins. Dan kan je gewoon net wat makkelijker kiezen. Colette heeft wat meer. Ik moet deze Fangirl Colette skin eigenlijk binnen de kort nog een keertje kopen. Dat komt allemaal nog wel. Maar we hebben natuurlijk in de vorige pass, of die pass daarvoor alweer, hebben we natuurlijk deze 3 skins kunnen krijgen van Colette. Ik vind deze er wel echt vet uitzien. Een beetje zo anime, gecartoond skin. Ja, cartoon skin. Het is natuurlijk allemaal geanimeerd. Maar ik vind deze cartoon stijl wel echt heel erg vet. Ik vind Gladiator Colette trouwens ook heel nice. Maar ik vind dit wel mijn favoriet. De minste skin vind ik dan wel Verkenner Colette. Dat is de minste voor Colette. Gaan we door naar de volgende. En dan zijn we nu bij Belle beland. Belle heeft ook maar 3 skins. Dus dat maakt de keuze ook weer wat makkelijker. Ik vind deze koraalbellen wel heel vet. En ik vind deze klimopbellen eigenlijk ook wel nice. Ja, dan blijft Belle Goudhand eigenlijk over. Terwijl dat ook gewoon een hele leuke skin is. Maar als ik tussen deze 3 moet kiezen, vind ik toch koraalbellen het mooist. En Belle Goudhand het minst mooi. Ja, en we blijven maar doorgaan. Ik heb te veel skins gewoon. Dit slaat helemaal nergens op. We hebben in totaal 4 skins voor Ash. Pinata Ash vind ik het mooist.
ziet er gewoon vet uit. En dan moeten we kiezen uit Krampus Ash, Pizza Oven Ash of Ninja Ash. Ik vind die Ninja er wel vet uitzien met zo'n zwaard. Die Pizza Oven vind ik gewoon leuk en origineel. Ik vind deze Krampus Ash niet echt heel origineel. Het is gewoon een cadeautje. Ja, ik vind deze dan toch wel de minste van Ash, om eerlijk te zijn. Misschien dat ik nu trouwens wel skins opnoem die jij juist hebt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die skin die jij hebt, dat die niet per se mooi is. Het is natuurlijk een mening die ik heb. Het kan best zijn dat jij skins heel vet vindt die ik eigenlijk wat minder vind. Dat zou natuurlijk kunnen. Voor Lola vind ik Kitschoen Lola het mooist. Ziet er vet uit, gewoon mooi. Dan hebben we natuurlijk nog veel meer skins voor Lola. Maar Rebel Lola is wel de minste. Ja, is een kleine kleurenvariant en net iets veranderd dan van de gewone. Ja, dan is het verschil echt heel groot met deze skin. Deze ziet er echt veel vetter uit. Dan gaan we door met Sam. En voor Sam is het super makkelijk. Yeti Sam is extreem vet. Dit is echt een hele mooie skin. Je hebt voor Ember heb je ook nog zo'n ijskin. Die zijn op de een of andere manier gewoon heel vet geanimeerd. Duistere Clown is wel leuk. En ik vind deze Teddybeer skin ook wel leuk. Die Caesar skin vind ik trouwens ook nice. Ja, zoals ik net al zei, Ridders Romeinse tijd vind ik gewoon nice. Dus die krijgt een streepje voor mij voor. Ik vind deze duistere clown Sam eigenlijk niet eens zo heel mooi. Sowieso zo'n creepy skin. Ja, het is niet mijn favoriete. Ik vind deze Yeti Sam veel nicer. Dan zijn we nu bij Mandy beland. En voor Mandy zijn er in totaal 3 skins. Komt natuurlijk ook omdat Mandy nog niet zo heel lang uit is. Maar Magma Mandy is wel mijn favoriet. Kon je krijgen in de PES, dus relatief goedkoop. En MC Mandy vind ik de lelijkste. Ja, nou, dat is vrij makkelijk, want er waren nog niet zoveel keuzes voor. Zelfde als voor Macy. Ik heb maar 2 keuzes. Nou ja, Jungle Koningin, natuurlijk de mooiste. Die vind ik echt vetter. En Tech Macy is dan de minste. Ja, dan gaat dat vrij makkelijk natuurlijk als er maar 2 keuzes zijn. En bij Henk hebben we maar 1 keuze. Nou, de lelijkste en de mooiste skin voor Henk is deze high-tech Henk. Ja, hier hebben we helemaal geen keuze voor. Dus dan kunnen we al meteen doorgaan. Dus dan is er ook maar 1 skin voor Henk. Voor Pearl hebben we 2 skins. We hebben Vintage Pearl. Die er wel leuk uitziet. Het is een leuke kleurenvariant. En we hebben deze skin. Maar deze is eigenlijk wel wat mooier. Met zo'n vis in zijn buik en zo'n aquarium. En het is ook nog een onderzeeër tegelijkertijd. Ik vind deze toch wel mooier. Dus dit is mijn favoriet voor Pearl. En dit vind ik dan de lelijkste voor Pearl. Maar ja, als ik 1 favoriet heb, is de andere al meteen de lelijkste. Omdat ik maar 2 keuzes heb. Bij Larry en Laurie kunnen we ook niet kiezen. Het is de enige skin voor Larry en Laurie. Dus hoeven we ook niet te lang bij stil te staan. Voor Angelo hetzelfde. Ook maar 1 skin. Ja, dit zijn de wat nieuwere knokkers. Daar gaan in de loop van de tijd echt wel meer skins voor komen. Maar op dit moment kan ik daar nog niet echt voor kiezen. Mortis daarentegen heeft wel heel veel skins. En laat het zo zijn dat ook Mortis gewoon mega skins heeft. En dan is deze goud-witte wel mijn favoriete kleurencombinatie. Hele vette skin. Met echt een mega grote zwaard vind ik deze er wel echt heel, heel vet uitzien. En mijn minst favoriete skin voor Mortis... Ja, dan moet ik even langs gaan. Ik vind op zich deze Rockabilly en die Heer Mortis... Ik weet niet, dat zijn gewoon een beetje klassiekers. Ik vind die gewoon leuk. Ook omdat Mortis veel gespeeld wordt. Maar ik vind deze strandganger Mortis dan denk ik dan toch mijn minst favoriet. Ik voel deze ook niet echt. Die kleurencombinatie, ik vind het gewoon niet zo heel mooi. Maar daarentegen is deze wel heel vet. Dat sowieso. Gaan we nu door naar de volgende. En dat is Tara. En Tara heeft gelukkig ook wel weer redelijk wat skins. En dan vind ik deze... Stormwind Tara wel mijn favoriet. Omhelspellen vind ik trouwens ook nice. Maar ik vind deze qua kleurencombinatie er gewoon heel goed uitzien. Mooie skin. Minst favoriete skin is Sterre Tara. Ik weet niet. Deze voel ik echt niet. Ik vind deze oprecht best wel een beetje lelijk. Ja. Dus dit is mijn favoriete skin voor Tara. Gaan we door naar Jean. En Jean heeft ook weer redelijk wat skins. Dus we komen nu wel weer bij knokkers die wel wat skins hebben. Kwaadaardige Jean blijft mijn favoriet. Is al best wel lang mijn favoriet. Volgens mij is deze skin ook al gewoon 3-4 jaar oud. Maar hij is gewoon een hartstikke mooie skin. Moeras Jean vind ik ook leuk. Dus dan blijft er eentje over. En dat is Piraat Jean. Terwijl dat ik deze skin helemaal niet lelijk vind. Maar ja, als ik toch moet kiezen, dan is dat mijn minst favoriete. Gaan we door met Max. Dan hebben we natuurlijk Panter en Luipaard Max, die ik allebei heel nice vind. Maar Hermes Max blijft mijn favoriet. Ook zo'n Romeinse skin. Ja, vind ik gewoon heel erg nice deze. Met zo'n gouden glimmende helm, met zo'n rode kam. Ik vind het gewoon heel vet eruit zien. En de minst favoriete is dan GT Max voor mij. Gaan we door naar de volgende. En dan zijn we nu beland bij meneer P. De enige knokker waar ik mee volle mastery heb.
Waardoor ik natuurlijk de spelerstitel Bowser heb vrijgespeeld. Dus dat is wel heel nice. Maar volgens mij heeft meneer P niet heel veel skins. Nee, dat valt mee. En om eerlijk te zijn vind ik ze allemaal niet extreem mooi. Nee, ik vind ze allemaal niet echt heel erg vet. Nee, als ik dan moet kiezen vind ik dan denk ik meneer Vlieg de leukste skin. De minste skin vind ik denk ik Graaf P. Die Agent P vind ik wel iets hebben. Maar die Graaf P die vind ik gewoon niet mooi met zo'n blouseje. Ik weet niet. Ik vind deze skin gewoon niet heel nice. Ik heb ook daarom die gouden skin hier geselecteerd. Gewoon puur omdat dat wel de mooiste skin is voor meneer P. Als je het mij vraagt. We hebben voor Sprout wel heel veel vette skins. We hebben namelijk Lunière Sprout, maar ik vind deze twee toch wel nice. En deze rode, ik weet niet, die vind ik gewoon eigenlijk wel mooier dan die groene. Ja, ik hou niet altijd van rode skins, maar deze vind ik wel echt heel erg mooi. Mooiste skin voor Sprout en de minst mooie, ja ik vind die tropische Sprout is wel goedkoop, maar vind ik eigenlijk best leuk, is denk ik toch deze. Geïnfecteerde Sprout. Ik weet niet. Ik vind deze niet extreem mooi. Helemaal omdat deze skin volgens mij nog best wel wat kostte. Dus ja, dat is mijn minst favoriete. Gaan we door naar de volgende. En dan zijn we nu beland bij Byron. En daar heb je twee skins voor trouwens. Circusdirecteur Byron, die moet ik nog kopen. Die ziet er wel heel bruut uit. En deze opperheer Byron ziet er ook heel vet uit. Dat zijn twee hele goede skins eigenlijk voor Byron. Waarvan ik er eentje dus nog niet heb. Ik denk toch dat ik dan voor deze circusdirecteur ga als mijn favoriete. Maar dan moet ik zeggen dat dit mijn minst favoriet is. En dus de lelijkste. Maar lelijk is deze absoluut niet. Ik vind deze echt heel vet. Gaan we door naar de volgende. En dan zijn we nu bij Lou beland. We komen richting het einde. Het duurde eventjes. Maar dan zijn we er bijna. Oh, trouwens is Squeak en daarna hebben we Lou. Voor Squeak hebben we best wel wat skins. En Commando Squeak die als is kon vrijspelen. Die als eerste uitkwam voor Squeak vind ik ook wel meteen de allervetste. Ik weet niet, die andere skins vind ik toch niet zo extreem mooi. Aardappel Squeak vind ik, ja, is lelijk of zo. Maar ziet er gewoon hartstikke grappig uit. Dus daarom vind ik die best wel leuk. Ik denk toch dat ik voor Nerd Squeak ga dan als minst mooiste skin voor Squeak. Gaan we nu door naar Lou. En dan hebben we nu drie keuzes voor Lou. Overduidelijk. Koning Lou, sowieso de mooiste. By far. Echt by far gewoon. Dan hebben we Charmante Lou of Hamburger Lou over. Ja, Charmante Lou vind ik dan de minst mooiste van de drie, om eerlijk te zijn. Gaan we door met Ruffs. En voor Ruffs hebben we drie keuzes. Dus dat maakt de keuzes ook weer wat makkelijker. We gaan een keertje voor een BT21 skin als favoriete. Ik vind deze Ruffs er wel echt leuk en schattig uitzien tegelijkertijd. Vind ik leuker en mooier dan deze skins. Op zich is deze Ronin Ruffs ook nog wel mooi, maar ik vind dit de mooiste. Chef Ruffs, helaas de verliezer voor de mooiste skin bij Ruffs. Ja, dus dat is de lelijkste. Voor Buzz hebben we ook drie keuzes. Ja, dat is wel lekker hoor. Dat is gewoon lekker makkelijk kiezen. We hebben stoere Buzz. Ja, en ik ga toch voor deze. Ik weet niet, ik vind die bril er wel echt vet uitzien. Echt veruit overdreven. Maar wel echt gewoon een beetje flexen. Dus dat is wel nice. En dan hebben we hier Buzzette, die ik ook gewoon leuker uit vind zien. Dan ga ik denk ik toch voor Kanji Buzz als minst favoriete skin. Terwijl ik dit best wel een leuke skin vind hoor. Daar niet van. Maar ja, je moet toch eentje kiezen. Dus vandaar dat ik voor die ging. Feng heeft ook best wel wat mooie skins. Ik heb nu deze meedogenloze Feng skin geselecteerd. Vind ik niet de mooiste. Sterker nog, ik denk dat die gaat verliezen. Want ik vind deze Octo Feng nice. Ik vind deze Furieuze Feng nice. En Pompoen Feng vind ik de allermooiste skin. Ja, ik vind deze gewoon heel erg nice. De kleurencombinatie klopt gewoon. De masker is gewoon nice. Maar dat heb ik bij deze meedogenloze Feng eigenlijk totaal niet. Ik vind die kleurencombinatie echt niet nice. Pompoen Feng, de mooiste. Gaan we door met Eve. En voor Eve hebben we ook niet zoveel keuze. We hebben stekelige Eve, die ik het mooist vind. En Waiku Eve of zo? Die vind ik dan het minst. Is wel een leuke skin. Het is zeker niet lelijk. Maar ik vind deze hier, deze stekelige Eve, wel wat indrukwekkender eruit zien. Ik weet niet. Ik vind deze wel echt heel vet eruit zien, om eerlijk te zijn. Gaan we door naar de volgende. En dan zijn we nu bij Janette beland. Voor Janette hebben we trouwens ook wat keuzes. En we hebben hier ook nog geen skin gekocht. Lunière Janette, die moet ik ook nog kopen. Ik heb nog een aantal mythische skins die ik moet kopen. Alle legendarische heb ik wel daarentegen. Maar ik vind deze Lunière Janette wel mooi. Maar ik vind die niet mooier dan bijvoorbeeld Duizige Vee Janette of Valkyrie Janette. Want dat is mijn favoriete. Is de eerste skin die je kon vrijspelen in de Brawl Pass toen Janette uitkwam. En is daarbij ook meteen mijn favoriete. Ik vind deze er gewoon heel vet uitzien. Geen kracht Janette, daarentegen vind ik niet zo mooi. Nee, dat is mijn minst favoriete.
Gaan we door met Otis. Dan hebben we natuurlijk twee keus voor Otis. Ja, dat is heel makkelijk. Oni Otis, by far mijn favoriet. Hele mooie skin, ziet er nice uit. En Farah Otis, ook mooi. Alleen net iets minder. Dus ja, dan is Oni Otis de grote winnaar. Voor Buster hebben we ook weer twee keuzes. We hebben kettingzaag Buster. Die er leuk uitziet met een dikke kettingzaag. Maar ik vind deze krokodilbuster wel extra nice. Met zo'n dikke krokodil in de handen waarmee die schiet. Ja, ziet er gewoon vet uit. Dus dit is mijn mooiste. En kettingzaagbuster is dan de lelijkste. Gaan we door met Gray? En dan zijn we ondertussen bijna bij de legendarische skins beland. Maar voor Gray hebben we een aantal keuzes. En eigenlijk vind ik ze allemaal niet extreem vet. De gewone Gray vind ik eigenlijk gewoon net zo mooi als al deze skins. Ja, eigenlijk vind ik dat wel gewoon het geval. En dan moet ik denk ik bijna gaan voor voortvluchtige Gray als mooiste skin. Want we mogen niet voor de gewone gaan als mooiste. Maar ik vind deze er dan denk ik toch het mooist uitzien. Ik weet niet, ik voel deze gewoon niet zo. Ik vind die zeg maar, gevangene outfit van Gray best wel bij hem passen. Dus dan gaan we voor deze. En dan denk ik toch dat ik voor deze als minst mooie skin ga. Ik denk dat hier wel een hoop mensen oneens mee gaan zijn. Maar ja, dat is gewoon hoe ik het op dit moment voel. Voor Arte vind ik de keuze makkelijk. Patrouille Arte als minst mooie skin. En vuurrode Arte als mooiste skin. Gaan we door naar Willow. Willow heeft ook maar twee keuzes. We hebben Schorpioen Willow, wat natuurlijk de mooiste is. In ieder geval, voor mij is dat de mooiste. En we hebben hier die andere skin van Willow, die ook gewoon leuk is. Maar die vind ik toch wel een stukje minder mooi. Dan gaan we door naar Doc. En Doc heeft één skin, dat is Draak Doc. Dus daar hoeven we niet zo bij stil te staan. Dat is gewoon de mooiste voor Doc. Hebben we hier voor Chuck wel... Oh ja, we hebben hier voor Chuck een nieuwe legendarische skin die echt net is uitgekomen. Daar kan ik binnenkort wel een video over maken. Maar die is natuurlijk veel mooier dan de skin die hier zo staat. Ja, Inferno Chuck is de lelijkste en die legendarische is de mooiste. Daar kan je ook niet echt over twijfelen. We hebben twee skins voor Charlie. Deze Spider Charlie, die er echt wel leuk uitziet. En die is volgens mij vrij goedkoop. Maar het is toch een net iets minder mooie skin dan deze rozige Charlie. Deze rozige Charlie blijft gewoon een goede skin. En die Spider Charlie is ook mooi. Maar is dan van deze twee vind ik dan wel de minste. Dan hebben we nog één mythische. En daarna hebben we de legendarische skins. Maar dan eindigen we de mythische skins met Miko. En Wonko Miko, by far mijn favoriete skin. Die vind ik gewoon heel mooi eruit zien. Die kleurencombinatie klopt gewoon. Ik vind deze Grinch Miko leuk. Niet extreem mooi, maar ik vind deze skin eigenlijk helemaal niet zo heel mooi. Dus dit is mijn minst favoriete skin voor Miko. En dit mijn favoriete. Dan hebben we nu nog de legendarische skins te gaan. En dan zit het erop. Wow, yo, wat een video is dit uiteindelijk geworden. Dit duurde nog veel langer dan dat ik in eerste instantie dacht. Voor Spike hebben we best wel wat goede keuzes. We hebben Cartoon Spike. We hebben Overheerser Spike, die ik ook heel nice vind. En dat zijn eigenlijk wel mijn twee favorieten. Maar deze Cartoon Spike vind ik wel het leukst. Want dit is gewoon een super originele skin. Dit is eigenlijk de enige skin in Brawl Stars die er 2D uitziet in game. Vind ik gewoon heel leuk eruit zien. Dus dit is mijn favoriete skin voor Spike. Dan moet ik daarna natuurlijk wel eentje uitzoeken die ik niet zo mooi vind. En eigenlijk vind ik ze allemaal wel leuk. Ik vind deze gemasterde Spike heel leuk. Omdat je meerdere knokkers als masker kan hebben. Dus die vind ik niet het lelijkst. Dan moet ik denk ik toch voor Sakura gaan. Maar dit is Sakura Spike. Maar eigenlijk is dit ook gewoon een leuke skin. Maar dan moet ik dat toch voor deze gaan. Ook al vind ik hem leuk. Maar ja, dit is dan de lelijkste skin voor Spike. Wat mij betreft. Gaan we door met Crow. En Crow heeft natuurlijk ook mega veel goede skins. Schedel Crow is redelijk nieuw, maar die vind ik niet heel mooi. Ik vind Captain... Oh, ik vind hem wel mooi, maar hij is niet de mooiste. Ik kan het beter zo zeggen. Want je hebt namelijk Phoenix Crow, die er echt mega vet uitziet. Maar toch vind ik deze Mega Crows vetter. En die kon je, ja, ondertussen al 2 jaar geleden of zo, gratis toen de tijd vrij spelen. En ik vind deze zwarte wel echt heel vet eruit zien. Dus dit is mijn favoriete skin voor Crow. Ik vind witte Crow eigenlijk best wel prima. Ik vind deze Kapitein Crow, gewoon qua kleuren, ik vind hem niet extreem vet. Dus dit is mijn minst favoriete skin voor Crow. Gaan we door naar Leon. En Leon heeft natuurlijk ook veel goede skins. Ik zal willekeurige skin even uitzetten. Maar Weerwolf Leon blijft mijn favoriet. Is al echt heel lang het geval. En dat is nu nog steeds het geval. We hebben Dino Leon. Die vind ik eigenlijk ook wel leuk. Straatkat ook wel. Je hebt eigenlijk best wel veel leuke skins voor Leon. Maar dan moet ik denk ik toch voor Straatkat gaan als minst mooie skin. Terwijl dat ik die eigenlijk best wel leuk vind. Maar ja, je moet er toch eentje kiezen. Gaan we door met Sandy.
Zoete kou Sandy is leuk. Slaperige Sandy, dat is dan mijn minst favoriete. Want ja, dat is een kleurenvariant op de gewone knokker. Ook al vind ik die kleurenvarianten wel net iets beter uitzien. Dus het is wel net iets betere skin dan de gewone, zeg maar, knokkervariant. En zo'n lantaarn Sandy is mijn favoriete. Gaan we door naar Amber. En jullie hebben het misschien al gehoord, maar ik vind deze Amber skin echt mega vet eruit zien. Dit is Forst Koningin Amber. Echt bij far een van mijn favoriete skins van Brawl Stars. Heel erg mooi deze. Ja, en Amber de la Vega, ook een mooie skin. Maar die vind ik dan toch net iets minder mooi. Maar ja, dat hadden jullie van tevoren al kunnen verwachten. Voor Mac heb ik ook nog één skin die ik moet kopen. Macladon. Dus die moet ik nog halen. Maar ja, dat komt binnenkort wel een keertje. Maar ik denk toch dat Macladon wel mijn favoriete skin is. Die ziet er wel echt mooi uit. Dus het is wel een leuke toevoeging als ik die binnenkort haal. Kevin Mac is daarna mijn favoriet. En mijn minst favoriet is denk ik dan toch Monster Truck Mac. Terwijl dat die ook gewoon heel erg vet is. Maar ik vind deze Kevin er toch net iets vetter uitzien. Dan hebben we nu nog 4 knokkers te gaan. En dan zijn we er doorheen. En dan heb ik echt ziek veel skins laten zien aan jullie. En dan weten jullie in ieder geval welke skins ik allemaal heb natuurlijk hier in Brawl Stars. Voor Search heb ik 2 keuzes die ik een beetje lastig vind. Kraken Search en G-Search. Ik denk dat G-Search dan toch wel mijn favoriet is. En dan ga ik toch voor deze Mega Paladijn Search als minste. Is op zich wel een leuke kleurencombinatie en ziet er net wat anders uit. Maar als ik kijk naar die andere skins, is dat dan toch mijn minst favoriete. Dan hebben we Chester. Ja, dit is ook denk ik een makkelijke keuze. We hebben Duizige Chester en we hebben deze Bosgeest Chester. Die Bosgeest vind ik er gewoon leuker uitzien. Dus Bosgeest Chester de mooiste, die andere is de minste. Voor Cordelius hebben we ondertussen ook al een paar keuzes. Terwijl dat Cordelius niet eens bizar lang uit is, maar toch al 3 skins erbij. Maar ik vind deze Gifhoed Cordelius toch de mooiste. Ik weet niet, die kleurencombinatie klopt gewoon helemaal met die paddenstoelen erbij. Ik vind deze heel vet. De minste vind ik dan toch, dat weet ik niet zo goed. Deze ziet er ook leuk uit. En Plunderdaar Cordelius denk ik dat ik dan toch de minste vind. Terwijl dat ik deze eigenlijk ook wel nice vind. Het is een beetje lastige keuze, maar deze Gifhoed, daar ben ik het wel over uit. Dat vind ik de mooiste. En dan hebben we nog eentje te gaan en dat is Kit. En dan hebben we hier natuurlijk de recente Kit skins die van vorig seizoen. Kit Boxer. Vind ik er heel vet uitzien. En dan is dit mijn favoriete kleurenvariant. Die konden we natuurlijk in de vorige Brawl Pass vrijspelen. En dan blijft alleen Billy the Kid over als minste skin. Ja. Nou, dan waren dat alle skins. Echt niet normaal hoe lang ik hiermee bezig ben geweest. Ik denk dat de video echt gewoon 40 minuten gaat duren. Dikke shout-out naar jou als jij alles hebt gekeken. En ik ben benieuwd of jij het een beetje eens was met mij. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dan laat ik het erbij. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bowser.nl voor de Bowser Army kleding. Hoi.